afscheid nemen van de auto. Doei auto, tot nooit meer. Heel leuke puppy jongens. Een hele goede dag. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe videootje van... Familie La Cap. En jullie zitten een keertje gezellig in de... Familie La Cap. Zit een keertje bij ons mee in de auto. De laatste keer dat we in deze auto zaten, zaten we gewoon zonder de kinderen. Wat gaan we doen dan, Ran? Waar zijn we naartoe gekomen? Auto. Ja, welke auto? De auto. Ja, wat gaan we tegen de Audi zeggen? Doei, we gaan afscheid nemen van de Audi. De kinderen hebben de Audi nog helemaal niet meer gezien sinds die is afgebrand. We gaan de allerlaatste spullen eruit halen, want de auto is dus echt totaal los. Dus jullie mogen hem even gaan zien en dan mag je even heel veel zwaaien naar de Audi. Wat zeg je? Ja, herken je hem niet meer. Moet je kijken, dit is nog van de vier van vorige keer. Ik heb het al vorige keer in de vlog laten zien. Nou, doe even de auto open. Ja. Even alle laatste spulletjes eruit. Oh. Wil je de binnenkant zien, schat? Ja. Ja? Ik wil daaronder kijken. Kijk maar. Wat zie je allemaal? Heel vies. Heel vies, hè? Die wielen. Oh ja, die wielen zijn ook vies, hè? Kijk maar. Oh, je mag je knuffeltje er straks nog even uithalen. En die kunnen we nog even pakken. Nou, pak de spulletjes maar. Vergeet de stinksokken van papa niet. Die hebben hier twee weken gelegen. Jullie, wat is met auto? Is die kapot? Meer auto. Kijk, die is ook kapot. Dat is weer een andere auto. Wat is er met die auto? Kapot? Oeh, die auto heeft gebotst. Eli, kijk daar onze auto. Gaan we dag zeggen tegen onze auto? Zeg maar dag, Audi. Dag, Audi. Nou, de achterklep krijgen we niet meer open. Er zit geen stroom meer in de auto. Dus we hebben even die stoelen naar voren gehaald. Om hier even te kijken. Wat hebben we nog? Een tent. Die emotiezonneschermen. De sleutel gaat gewoon niet meer uit. Ja, dat is de sleutel. Die gaat er niet uit. Ga even afscheid nemen. Ga je doei zeggen tegen de auto? Zeg maar doei auto. Tot nooit meer. Doei. Nou, dit is de laatste keer dat ik een Audi'tje zit. Ik ga hem echt missen, jongens. Ik had altijd de band en ging wel eens vreemd, want zodra ik wegging met de auto, ging ik ook altijd langs de... Oh, altijd langs de McDonald's. Zie je, zelfs de resten liggen hier nog even goed opruimen. En ook mijn lolly nog. Ook jouw lolly. Nou mensen, ik zeg doei Audi. En op zoek naar een nieuw autootje, maar het zou niet zoveel waard worden als dit. Nou, doei doei! Nou, toen zaten we in onze leenautootje nog met alle spullen erin gepropt, hè jongens? We komen dus ook net achter dat we eigenlijk deze leenauto, ja meer auto's, dat we deze auto eigenlijk vandaag weer moesten gisteren terug. Gisteren, want je hebt een leenauto voor zoveel dagen en die dagen, zet het haar op, zijn dus verstreken. Maar goed, wij hebben dus nog steeds geen auto. En het loopt allemaal ook niet zo lekker, want Seven is al, we zijn nu 2 weken verder, hè. Ik ben elke dag zeker een uur aan de telefoon voor die auto. Met de verzekering, een schade-expert, en ze bellen niet terug. Overal zelf achteraan. Seven heeft er zoveel, is er echt superveel mee bezig geweest. Wij moeten gewoon ja, doorgaan met het zoeken naar een autootje, autodingen regelen. En we moeten dus nu ook even naar de boekhouder. Dat moet ook gewoon gebeuren. Ja, kids hebben het dus mee, want ik heb geen klas. Dus we moeten het echt allemaal even met de kinderen doen nu. En dan even kijken wat te doen. Ik wil ook even deze auto nog wassen voordat we gaan inleveren. Even schoonmaken. Even kunnen we kunnen zo ja, dus dan gaan we wel even kijken wat te doen. We zijn aangekomen bij onze boekhouder, of tenminste, geparkeerd. En Eli ligt te slapen. 2 uur later, of 2 uur of zo, hè, we hebben bij de boekhouder gezeten. En dan kom je buiten, het is zo warm. Ja, wat advies en zo al. Moet zwaar mee te zijn, dus kom. Eli is inmiddels ook wakker. Daaraan heeft het ook goed volgehouden. Nou, wij gaan even lekker eten, want we hebben honger. Maar we zijn nu bij een Mexicaans restaurantje. Voor de eerste keer dat we dat echt halen, Mexicaans. Ja. Wat hebben we allemaal? Ik heb tacos. Dat ging even niet goed. Daar gingen de nachos. Oh, die allemaal even pakken. Even kijken, Dan, wat heb jij ook alweer? Een quesadilla, zo heet het. Een quesadilla, dat hij heeft me alleen gehakt met kaas. Ila heeft even wat nachos. Laat die van jou eens even zien. Oh man, het is zo groot. Hij is goed getoond, hè? Dat was dat zo. Mama, mama, snap je? Oké mensen, kijk, dit is mijn burrito. En Ezra. Waar zijn al de 3 de platen van jou gebleven? Ik heb heel lang met je gegeten, het is al even slijt. Tjonge jongen, ze eet gewoon meer dan ik, hè? Nee. Nou, misschien bijna net aan. Ik weet niet, maar dat heb ik heel lang met je gegeten. Vreedzaak. Genieten, echt. Vreedzaak. Oh. Tegenwoordig
gek, dat randje van Bello. Hij staat altijd te zwaaien bij ons als we Pablo uitlaten naar voertuigen, naar busjes en auto's. En dan zit hij allemaal naar fietsers en zo te zwaaien. Ilay is er ook bij gaan staan, ook gelijk zwaaien. Ze staan allebei. Voor degene die zich afvragen hoe het is om thuis te komen wanneer je een hond hebt, of een puppy in dit geval, ik ga het jullie even laten zien. Jullie zagen het volgens mij een paar vlogjes geleden ook al. Bam. Dit is het volgende resultaat. Ik had deze potplant hier staan. Nou ja, zoals je kan zien heeft hij daar dus een leuk onderonsje mee gehad. De hele pot is kapot, overal ligt aarde. En hij begon al de laatste tijd aan deze plant te zitten. Dus daar moesten we al in de gaten houden. Dat deed hij gewoon wanneer we thuis waren, zeg maar. Maar nu besloot hij dus gewoon eventjes die te laten liggen. En het plantje wat hier stond... Ja, geen idee wat hij ermee heeft gedaan. Hij heeft hem zelfs naar zijn plekje getrokken. Ja, nou moet ik zeggen dat wij Pablo eigenlijk vanaf jongs af aan nooit echt in de bench hebben gehad. Volgens mij is hij maar 2 keer in de bench geweest. En dat gaat eigenlijk wel altijd goed. Ik bedoel, wij laten hier wel slippers en schoenen liggen en andere spullen. Daar blijft hij allemaal van af. Maar ja, laatst had hij wel dus die wc-rollen gepakt. Maar dat is dan weer iets dat hij niet echt kent. En dit plantje, dit was denk ik wel echt ondeugendheid. Want hij weet donders goed dat hij niet aan het plantje mag zitten. Dus hij heeft vandaag denk ik wel echt zijn eerste streek uitgehaald bij ons. Dus ja, het hoort er een beetje bij als je een puppy hebt. Dan hebben ze die fases, gaan ze in huis dingen slopen en zo. Maar... ik weet niet hoe ver het gaat. Ze zijn even gelijk met de hond een stukje aan het lopen. En ik ga het even opruimen natuurlijk. Oh, oh, oh. Pablo, Pablo, Pablo. Echt waar. Heel leuke puppy, jongens. Nou, ze zijn weer terug. En Pablo is even lekker hier op de gang gaan liggen. Want we hebben de deur voor open en achter ook. En dat zocht het even lekker door. Of, nou ja, voor zover dat kan. Want het is echt gloedje heet. Ik liep hier trouwens net eventjes met mijn blote voeten buiten. En het was gewoon niet te doen. Ik ben gelijk weer naar binnen gelopen. En voor honden is dat natuurlijk ook heel gevaarlijk. Dus met dit soort dagen... door 's ochtends meestal lange wandeling en 's avonds. Maar overdag is het echt even snel erin en uit. Maar wat ik jullie eigenlijk even wil laten zien. Het is een beetje donker zo. Wacht. Kijk, zijn oogje. In de vorige vlog zag je dat hij was geopereerd. En zoals je kan zien is het dus wel al wat minder geworden. Er zit dus nog wel een beetje hier een rood vlekje. Zeg maar. Dat is toch een beetje van de ontsteking. Maar in vergelijking met de operatie hiervoor is het echt wel een stuk beter. Hij moet nog 2 dagen met deze kap lopen. Dan hebben we weer een afspraak bij de dierenarts. En dan gaan ze even het oogje checken. Maar het gaat gelukkig in ieder geval de goede kant op. Dus ik ben wel blij dat dat straks wegtrekt. En dan dat die kap tenminste ook weer lekker af kan. Zelfs hier in de tuin is het nu echt nog best wel benauwd. Hoeveel graden zou het zijn? Ik weet niet, maar ik vind het lekker. Ja, hier zit het wel lekker in de buiten, de volle zon. Zit je vol, Estra? Ja, ik zit best wel vol. Ik dacht misschien zelf lekker een ijsje halen. Ja, de vraag, is het geen ruimte in je buik voor ijs? Ja, dat wel. Even lekker. Wie wil een ijsje? Zo. Wie wil een ijs? Alleen Ilay heeft het gehoord. Ijs! Ijs! Ik kan een ijsje halen. Ik kan een ijsje halen. Nee, was een grapje, Ilay. We gaan geen ijs halen. Nee, ijs is op. Ik heb een ijsblokje. Ijs is op. Is op. Dat is een nieuw kleding, kijk. Ijs is op. Nee, ijs. Gaan we eentje halen? Nee, is die boos. Kijk hoe boos. Oké, ga niet met de wereld. Ja, we gaan ijsje halen. Oké, nou, we gaan even lekker een ijsje eten. Hier was ik eerder een keer met de jongens geweest. Toen zei ik tegen ze, het is wel leuk om hier te gaan, want... Dat zei ik de vorige keer ook al. Het is echt super mooi uitzicht hier. Nou, lekker aan de ijs. Waar is jouw ijsje? Oh, ik zit met mijn hand hier. Ik wil hem pakken. Ik had het niet eens door. Nou, Sarah wou niet, maar eet ondertussen die van mij op. En daaraan heeft ze zo'n heel bakje. Wat is er? Even kijken. Wat is er? Kijk, daar is een eentje. En daar werden we net al voor gewaarschuwd. Dat als je niet oplet, pakt hij zo het ijs uit je handjes. We zijn nu eventjes lekker langs het water en de brug gaat open. Want er komt zo'n bootje aan, hè, Debran? En Debran zegt net ook, mag ik even zwemmen? Ik zeg, nou, wij slaan even over, want hier zijn ze allemaal lekker aan het zwemmen. Volgens mij komt echt een superklein bootje aan daarachter, hè? Echt een inimini. Nou, het bootje is weer omlaag. Er is niet eens een boot gekomen. De brug ging echt open voor niks. Al die jongens sprinten, kijk. Hoppa, 1 voor 1. Deb, allemaal springen ze erin, hè? Nou, dat was dus eventjes alleen de brug open, geen bootje. Waarom doen ze dat? Hier, kijk, daar is dat bootje. Die kan er makkelijk onder. Nou ja, zeg. Kijk hoe oud hij is ook, dat bootje, zo. Huh? Oké, hij staat aan. 1, 2, ja. Moet je wel roepen, eens roepen. Abonneer, op, roepen. Opnieuw. Oh, dus jongens, we wonen dus graag even op de vlog. Abonneer, op familie, dat wel.
Ja! Nou, gaat hij ook nog iedereen springkrassenmout even graag op de vlog en eventjes roepen. De laatste nog. Hoeveel waren dat er? 7 of zo? Gaat vast snel. Ze zijn wel... Oh, hier is... Oh, ze zijn al hier. Het gaat echt snel. Oh, jullie kunnen daaronder, of niet? Ja. Oh. Daar was het lekker te kijken. Oké, okay, de salto's. Laat zien. Oké. Okay. Ja, kom maar. Salto op je rug. Oh. Ik denk dat het net... Zo, die was goed. Die laatste was echt super goed. Die ging echt 3-dubbel. Gaaf, hè, Def? Papa! Hij wil me ook, ja. Oh. Oh, ik dacht, die gaat echt ver. Tegen die kant is echt een klein stukje. Word je lekker nat, Def? Hè? Dat is lekker verkoelend. Nou, aangekomen bij de wasbox. De wasstraat is al dicht, want het is al wat later. Maar we moeten hem dus even morgen inleveren. Ja, geef niet, schat. Dus ik wil hem even een beetje schoonmaken, want hij is echt heel vies, zoals je kan zien. Het is echt... En mijn nagel is er ook. Waarom doe je zo'n blinde auto's wit? Hè? Ja, nou, is toch gewoon een lekker blits kleurtje. Auto's schoonmaken met 2 kinderen. Ze lopen echt, hoe noemen ze dat? Alsof je honing aan je reet hebt. Oh, je hebt er al een beetje in. Nee. Oh, waarom komt er water uit? Nee. Free water. Wat is dat? Ja? Je broekplas. Nou! Zwarte art, het is wel lekker gekleurd. Ja, nou, je broekplas. Kijk hoe die zegt. Het is wel lekker. Ah, nee. Genoeg. Je hele camera is nat. Oh, zachter, ja. En hier ook. Voor. Hier. Bij papa zit ook nog een beetje zeep. Nee, niet op papa doen, hè. Jawel, papa heeft heel veel zeep. Kom hier. Leda. Ja, ik heb een camera, schat. Ga maar op de auto. Ila is serieus, hè? Ja, Ila is echt goed bezig. Nee, hij wordt gewoon boos. Laten we even, hij wil de auto doen, schat. Nou, dan ga ik even laatste. Hij wordt echt boos, hij wil die auto doen. Wat doen we nou wel? Oh. Nou, kom maar, schat. Ik heb geen kleertjes bij me. Hier, ga maar even lekker, drogen in de zon. Ja, uit. Kijk dit. Schat, je bent nat. Staat je goed, hoor. Water. De keuken. Oh, je bent een filmer. Nou, we hebben dus best wel... Ja. Maar we hebben echt best wel trek gekregen. Het is nu 11 uur. We hebben best wel vroeg gegeten vandaag. Dus we hebben even wat lekkere ovensnacks gemaakt. Kinderen zijn al lang aan het slapen. Zeker. Wat? Ja, jij hebt ze gemaakt. Maar wat ben ik aan het doen dan? Zie je, ik kan beter koken dan jij. Ja, je hebt goed je best gedaan. Goed gekookt voor vanavond. Maar hij zegt nu wel heel stoer. Ja, ik heb het gedaan. Maar ik ben aan het editen. Daar zit ik. Het is nu bijna 11 uur. Het is een lang vlogje. Die is voor de dag... Nadat we deze video filmen. Dus het wordt denk ik echt wel even nachtwerk. Maar dat is het eigenlijk echt elke nacht. Het is echt elke dag gewoon nachtwerk bij ons. Ja, ik denk dat... Het is maar geen YouTuber, te zeggen. Nee, dat komt gewoon omdat... Nee, Eli gaat na de zomervakantie denk ik naar de crash. En dan ga ik gewoon wat meer overdag editen. En dan komt het helemaal goed. In ieder geval, we gaan het vlogje lekker afsluiten. Kunnen we even lekker gaan eten. En editen. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Doe dan een... Duimpje omhoog. En vinden jullie dat Esra goed werkt, doe dan ook een duimpje omhoog. Of abonneren, dat vinden we ook leuk, hè? Dan zien we jullie de volgende keer weer. Abonneren zijn sowieso. Doei.